Goedendag, dames en heren. Welkom bij Sportclub Rijnmond. In deze uitzending honkbal en veel voetbal. Zo kijken we straks in het amateurvoetbal naar de start van onze clubs in de tweede en derde divisie. En hebben we reportages bij Excelsior en Feyenoord. En bij die laatste club beginnen we. Want een paar keer per jaar is er een zogenaamde kameraadjeswedstrijd in de Kuip. Speciaal voor leden van de Kidsclub. Zo ook gisteren tijdens Feyenoord FC Twente. Honderden jonge Feyenoord supporters gingen samen met papa en mama naar de Kuip. Veel voor het eerst en nog meer zeker niet voor het laatst. Vorig jaar zijn we ook naar een kameraadjeswedstrijd geweest. Nou, er is genoeg te doen voor die kinderen eromheen ook. En ja, gewoon leuk samen met je kind naar een wedstrijd. Dan is er maar één club die stijf bovenaan gaat staan. De rest gaat niks te zeggen hebben. Feyenoord, hooligan! Feyenoord, hooligan! Je hebt nog geen stadionverbod? Nee. Nog niet? Nee, gaat er ook nooit komen hoor. Kom uit Rotterdam! Kun je dat niet horen dan? I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, a bright blessed day, dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Oh, the colors of the rainbows, pretty in the sky, also the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do? They're saying I love you. I hear babies crying. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Net als Feyenoord heeft ook Excelsior de volle winst uit de eerste twee competitiewedstrijden. Het duel met FC Groningen van afgelopen zaterdag was erg leuk voor onze analist Rob Jacobs. Omdat hij bij beide clubs heeft getraind en beide trainers goed kent. In zijn tijd als coach bij Sparta werkte hij namelijk 1 jaar lang samen met de verdedigers Mitchell van der Graag en Ernest Faber. Een avond na een voetbalwedstrijd met Rob Jacobs betekent vooral veel handen schudden. Zelfs de oud-trainer van Real Madrid houdt even in. Die Mourinho, al die camera's weer natuurlijk, hè? Grootmeester, hoe is het vriend? Goed. Goed. Jij ook? Tuurlijk. Ja? Still going strong, Leo. Nou ja, de knie. Op de wortel. De knieën protesteren een beetje, maar we gaan gewoon door. We gaan gewoon door. Zeker. Jacobs wil zelf graag de trainers van FC Groningen en Excelsior weer eens zien. Want met Ernest Faber en Mitchel van der Graag werkte hij 25 jaar geleden een seizoen samen. Hey!
Toen ik trainer en coach was, waren zij gehuurd allebei van PSV. We vormden het centrale duo bij mij achterin bij Sparta. En later kom je ze nu tegen dat ze trainer zijn van mijn clubje en ook een trainer van mijn oude club Groningen. Dus dat is wel heel apart. Goed schot van der Graaf. De Jong. Kieft. En Romario. Nee. Faber. Kijk eens. Centrale duo van, Sparta. Mitchell en Ernest. Hij ging wel eens mee met een voorzetje en dan kopte hij hem binnen. En Ernst had kwaliteit, hij was een meedogenloze verdediger en dat was hij ook. Ik heb er zoveel plezier van gehad van die twee, dat ik nooit had kunnen vermoeden dat ze mij zouden gaan opvolgen als trainer bij Groningen en trainer van Excelsior. Dus echt waanzinnig om die twee hier nu te zien. En ik weet dat Excelsior erin blijft en hij gaat gewoon in de middenmoot en verderop meedoen. 1000%. Dat is mooi. Zoveel kennis van kwaliteit heb ik. Ze zijn allebei... Dit worden de kroonprinsen van Nederland. Dat is niet goed, hè? Steek die maar in, zeg. Dit worden de kroonprinsen van Nederland. Dat moet lekker. Nee, maar... Allebei, heel veel succes. Vanmiddag, samen. Ik zeg 1-1. Oké? Okay? Prima. Excelsior komt al snel op voorsprong tegen FC Groningen. Toch staat Van der Graaf meer dan hij zit. Ik zeg, jij moet even het record van mij verbreken. Ik ben hier 4 jaar, heb ik in de Eredivisie gespeeld. Dus en jij gaat nu dit jaar voor het eerst beginnen. Ik zeg, als je het record breekt, dan krijg jij een klein standbeeld. Hij geeft heel goed aan hoe dat op het moment dat ze de bal niet hebben, dat het achterin goed staat. Dat zie je dat hij dat aangeeft door aanwijzingen te geven. Is daar constant mee bezig. Het is natuurlijk te gek voor woorden dat je bijna 90 minuten dit kunt doen. Hier kan het nog wel, want er zitten niet zoveel mensen, dus ze zullen best wel eens een keer horen. Maar in een stadion hoor je dat niet. En je ziet dus de tegenovergestelde bij Ernst Faber. Die komt uit zijn dugout omdat hij teleurgesteld is, omdat hij ziet dat zijn elftal niet goed speelt. En daardoor komt hij uit zijn dugout. In een bizarre slotminuut wordt het uiteindelijk 2-0 voor Excelsior. De keeper komt bij de paal. Ja, hij gaat erin. Ja! Goed gedaan. De keeper komt tegen de paal. En daar gaat hij in. Van der Graaf heeft met Excelsior na 2 wedstrijden nu 6 punten. En Faber met FC Groningen nog geen enkel punt. Nee, dankjewel. Dick van Bruin. Nou, Dick van Bruin hier, maar... Je hebt 6 punten, hij heeft 0 punten. Ja, nee, dat is natuurlijk een goede start. Ja, natuurlijk. Dat is fijn. Ja, dat is heerlijk. Ik zat er dichtbij met 1-1, maar de binnenkant paal eruit. Ik kan alleen dit. Dat is geen probleem. Alles komt goed bij jou. En dit is een heerlijke start. Ja, wij krijgen nog veel moeilijke momenten. Dus, ja, die punten heb je al zin in de tas. Dat is klaar. Ja. Dat is belangrijk. Ja, dat is lekker. Helemaal goed. Gefeliciteerd. Dank je wel. Vriend, ga je best. Doe je best. Ik denk onnodig. Een week na de start van de Eredivisie en de Jupiler League zijn dit weekend ook de tweede en derde divisie begonnen. 3 regioclubs hebben we dit seizoen in de tweede divisie. Barendrecht, Excelsior Maassluis en Jong Sparta. En Jong Sparta begint vanavond aan de competitie. Barendrecht en Excelsior Maassluis deden dat zaterdag al. Excelsior Maassluis ontvangt VVSB, dat in het lichtblauw speelt. De eerste kans van de wedstrijd is er eentje voor de thuisploeg, voor de ploeg uit Maassluis dus. Het is Vincent van den Berg hier, die er dichtbij is, raakt de lat. Er is nog een kans uit de rebound voor Kilian Berghout, maar die krijgt de bal niet op het doel. Excelsior Maassluis, de kampioen van vorig seizoen in de topklasse, de algeheel amateurkampioen van Nederland. En VVSB werd 5e in de zondag topklasse. De ploeg uit Noordwijkerhout is hier zelf ook aan het aanvallen. Nog wel dicht eigenlijk bij de openingstreffer. Als de bal uiteindelijk wordt voorgegeven richting Thomas Tavila. Maar hij kopt de bal net naast. Eigenlijk valt de eerste helft verder vies tegen. En kunnen we dus gelijk doorgaan met de tweede helft. Een aanval van VVSB opnieuw. De bal komt uiteindelijk voor de voeten van Almeida van Excelsior Maassluis. En die is snel, zoals je hier kan zien. Heel erg snel.
Hij laat iedereen de hielen zien, iedereen in de achtervolging. Niemand kan hem achterhalen en uiteindelijk komt die bal terecht bij Jelmer Velbrief. En zo komt Excelsior Maassluis op een 1-0 voorsprong. VVSB, dat team kennen we natuurlijk nog van de halve finale vorig seizoen in het landelijke KNVB-bekertoernooi. Utrecht was toen uiteindelijk te sterk. Maar Excelsior Maassluis is vandaag te sterk. In ieder geval in deze fase. Berghout, opnieuw hij die daar voor het doel komt, krijgt de bal er niet in. En ook bij die tweede paal is er niemand die hem binnen kan lopen. Dan volgt er een fase waarbij VVSB echt even sterker is. Een hoekschop van Nieuw. Jozic schreeuwt om een strafschop. Die krijgt hem niet en het spel gaat ondertussen door. En diezelfde Jozic krijgt hier vervolgens alsnog de kans. Gaat daar aardig door. Wat zwak verdedigen ook bij Maassluis. De bal afgeven en Parami. Met toch wel een kans, maar ook een goede redding van doelman Van Leeuwen. Er volgt wel opnieuw een corner voor VVSB. Opnieuw is het Van Nieuw ook die bal gaat nemen. En het is ook opnieuw Parami met de kans. Maar weer ook de redding van Van Leeuwen. Die houdt zijn ploeg hier echt even op de been. En zorgt er uiteindelijk voor dat Excelsior Maassluis het seizoen gelijk begint met een driepunter. Al blijft VVSB in die slotfase nog op zoek naar de gelijkmaker. Je kent het verhaal, dat levert uiteindelijk ook altijd ruimte op voor de tegenstander. In dit geval voor Excelsior Maassluis. Het is Vincent van den Berg die bal nog goed binnenhoudt. En dan een slippertje ook achterin. Berghout, die is er gelijk vandoor. Ja, dan moet je het hoofd koel houden na zo'n lange rit richting het doel. Maar dat doet hij wel uitstekend. Excelsior Maassluis wint met 2-0. Dan gaan we naar Barendrecht, waar de thuisploeg natuurlijk gewoon nog steeds in de witte shirt speelt. En eigenlijk is het een vertrouwde zaterdagwedstrijd tegen Spakenburg. Jeffrey Aarts met een hele rare terugspeelbal. Die bal dan voor de voeten van Danny van der Meijrakker. Maar de aanvoerder van Spakenburg weet dit makkelijke kansje niet te benutten. En daar is hij natuurlijk kwaad om, Danny van der Meijrakker. Dan Barendrecht. Winterberg hier aan de bal. Goeie diagonaal naar Marlon Oranje, neemt die bal goed mee. Oranje dan met de voorzet en de bal via Tim Sanders in het eigen doel. En Saia staat er ook bij, die wil natuurlijk graag dat doelpunt claimen. Maar het is recht Sanders met de 1-0 voor Barendrecht, een eigen doelpunt dus. Dan Spakenburg, voor seizoen zesde geëindigd. Kopbal, goede reddingen van Splunter, maar dan is het alsnog Tom Oostinjen met de gelijkmaker 1-1. En dat is ook de ruststand op Sportpark de Bongert. Niet heel erg druk, maar goed, het is nog vakantietijd. Barendrecht wel weer in de aanval. Hier Navaja Sanchez met de opening naar rechts. Die bal dan hier voor de voeten bij Maalrits. Krijgt die bal niet onder controle. Navaja Sanchez dan met rechts. Die bal gaat er hard in hoor. 2-1 weer voor Barendrecht. Een goed begin van de tweede helft voor die ploeg van de trainer Adrie Poldervaart. En zij kunnen zelfs uitlopen naar 3-1. Want hier is het Maurits op de lat. En daar komt Spakenburg goed weg en pech dus ook voor Barendrecht. Hier dan scheidsrechter Cairo vertelt een heel vies mopje aan Hans van der Haar. Die kan er wel om lachen, de oudspits van de Graafschap en FC Utrecht onder andere. En hier is het dan een vrije trap voor Spakenburg van de Meijrakker van heel ver. Natuurlijk moet Van Splunter die bal hebben. Die bal is hard, maar als je van zo'n afstand laat foppen, is het gewoon een persoonlijke fout. Dus van de keeper van Barendrecht, Van Splunter. Dan gaat de thuisploeg weer op jacht naar de voorsprong. Die bal belandt dan voor de voeten van een oud Spartaan. Rami Salem is zijn naam en hij maakt er 3-2 van. Alweer voor de derde keer deze wedstrijd dat Barendrecht op voorsprong komt. En kan Spakenburg dan weer langzij komen. Een lange bal. Geklungel in die verdediging bij Barendrecht. Wat zijn ze daar aan het doen? Die bal dan voor de voeten van Kees Tol. Pier is zijn bijnaam. En zo is het 3-3 in een heerlijke wedstrijd. Althans, zo denken de supporters van Barendrecht er natuurlijk niet over. Want voor de derde keer verspelen zij een voorsprong. En het kan nog gekker. Die bal, die corner gaat er in één keer in. Van Splunter ziet er weer niet goed uit. De maker van het doelpunt is Holder. En zo de eerste voorsprong deze wedstrijd voor Spakenburg. 3-4. Dan zitten we in de slotfase van de wedstrijd. Moet Barendrecht risico nemen. En dan is het opnieuw Holder die kan scoren zijn tweede van de middag. En belangrijker, een 5-3 overwinning voor Spakenburg. Een heerlijke wedstrijd, maar niet voor Barendrecht dat hun eerste wedstrijd verliest.
Een niveau lager in de derde divisie is het Capelle tegen Odin 59. Die ploeg uit Heemskerk werd vorig seizoen kampioen van de hoofdklasse. Capelle dit nummer 11 van de topklasse. En Capelle krijgt de eerste kans. Tim Vinken. Oude bekende ook in het profvoetbal in het Rijnmondgebied. Hij stuit hier op doelman Van Dijk. En het zal niet de laatste kans van Capelle in deze wedstrijd zijn. Capelle dit seizoen onder leiding van Wienand van Loon, de opvolger van Ton van Bremen. Het krijgt weer een mogelijkheid. Dave van der Steen krijgt de bal er uiteindelijk niet in. Ja, en het is zo'n oude voetbalwet. Als je zelf de kansen mist, dan gaat de tegenstander hem uiteindelijk wel benutten. En Odin 59 laat die voetbalwet maar weer eens een keer uitkomen. Het is Milo Kremers. Die uiteindelijk hier net wat geluk ook hoor. Jalins zit nog aan die bal. Uiteindelijk weet hij toch te scoren, die Kremers. Doelman van de ploeg is kansloos en Capelle dus op achterstand. En ook bij tegengoals draaien ze op Sportpark Het Slot een gezellig muziekje. Beelden uit de tweede helft dan. Vinken aan de bal, geeft hem mee op Jalins. En het wordt een hoekschop uiteindelijk voor Capelle. Gert-Jan Rotman, voormalig Excelsior. Hij neemt die hoekschop en daar is Kai Fens met de gelijkmaker voor Capelle. Vorig seizoen speelde hij nog bij Xerxes DZB. Hij ontwikkelde zich vooral bij Swift Boys. En hij zet Capelle hier op een 1-1. En Capelle wil daarna meer. Patinama, tegenwoordig met een knotje. Het schot is niet gevaarlijk genoeg. En zo blijft het bij 1-1 en begint Capelle de derde divisie met 1 puntje. Tot zover het voetbal. Gaan we naar het honkbal. Want de honkballers van Neptunus zijn op jacht naar de 4e landstitel op rij. Het moet wel heel raar lopen, wil dat niet lukken. Want ook dit jaar zijn de Rotterdammers gewoon weer de sterkste in de hoofdklasse. Dat werkt niet alleen in de reguliere competitie, maar ook in het eerste weekend van de play-offs. Want Kinheim werd vrijdag en zaterdag ruim verslagen. En zondag kwamen de Haarlemmers naar Rotterdam voor een derde pak slaag. Ondanks de 12-0 zege op vrijdag en de 13-3 overwinning op zaterdag geen vol Neptunus familiestadion. Het zal coach Evert-Jan het Hoenvorst zijn. Hij wil gewoon winnen. Hij wil gewoon weer kampioen worden. Kinheim komt goed uit de startblokken. Veel beter dan vrijdag en zaterdag. Dit is een honkslag van Dexter de Weert. En Dudley Leonora scoort. Na 3 innings Neptunus zowaar met 5-4 achter. In de 4e inning een stootslag Shaldi Mardanchi. Hij is in op het eerste honk en brengt ploeggenoot Daniel Fernandes naar 2. Dan Dwayne Kemp. Doet hetzelfde als Daanchi. Hij legt een stootslag neer. Hij offert zichzelf op, brengt 2 ploeggenoten een honk verder en zet ze dus in scoringspositie. Randolph Oduber dan. Voormalig prof bij Neptunus tegenwoordig in het linksveld. Hij slaat de bal het rechtsveld in. En daar kan Daniel Fernandes op scoren. Neptunus gelijk. Riley Legito. Ook hij de bal het buitenveld in. Wordt uitgevangen in het rechtsveld. En Charlie Mardanchi kan scoren. Neptunus 6-5 voor. Oduber bereikt het tweede honk. Aanslag dan Janison Boekhout. Kan rechts en links aanslag uit de voeten. Dit keer doet hij het als linkshandige. Een honkslag, Oduber scoort. Neptunus sluit de 4e inning af met een 7-5 voorsprong. De 5e slagbeurt. Rien Vernooy was lang geschorst vanwege zijn betrokkenheid bij een knokpartij tegen Amsterdam. En dit is hoe hij zijn comeback viert. Een geweldige uithaal, een homerun en Neptunus naar 8-5. De wedstrijd is daarmee nog niet gespeeld. Startende werper Kenny van der Branden is dan al vervangen. Berry van Driel ook. Nu op de heuvel voor Neptunus, Luc van Mil. En aan slag namens Kinheim, Dudley Leonora. De honken staan vol. Ja, en dit is gewoon een heerlijke tik. Oduber erachteraan. Hij kan niet voorkomen dat er 3 keer wordt gescoord door Kinheim. De Haarlemmers zouden nog een puntje maken. En dus buigen zij een 8-5 stand om tot een 9-8 voorsprong. En dat alles door die goede tik van Leonora. De 7e inning dan. Dwayne Kemp. Ook bij Neptunus dan de honken vol. De bal het rechtsveld in. En Rien Vernooy brengt de stand weer in evenwicht. 9-9. Oduber
krijgt dan 4 wijd van Reggie Romberg, de werper van Kinheim. Die zou 4 keer 4 wijd in deze slagbeurt gooien. En dit keer is het de punt van Daniel Fernandes. Neptunus 10-9 voor Riley Legito. De bal hoog het links valt in. Hij wordt uitgevangen. En Charlie Mardanchi loopt de 11-9 binnen. Daar zou het bij blijven. Neptunus wint dus 3 keer op rij van Kinheim. En gaat in de play-off competitie ook nog spelen tegen Amsterdam en Pioniers. Dit is de laatste 0 van de wedstrijd. De Rotterdammers liggen op koers voor de 4e titel op rij. Loek van Meel naar Rien van Nooy. Neptunus Kinheim 11-9. En dit was Sportclub Rijnmond voor vandaag. Vrijdag zijn we op tv weer met FC Rijnmond. En komend weekend hoor je de wedstrijden van Feyenoord, Excelsior en Sparta natuurlijk weer bij ons op de radio. Tot die tijd hoef je van al het regionale sportnieuws niets te missen als je onze website bezoekt of een volger wordt van ons Twitter-account. En ook op Facebook ben je van harte welkom om de pagina van Rijnmond Sport te liken. Nog een prettige dag verder.